basisschoolleerlingen die mogen bij een coronabesmetting bij een klasgenoot gewoon naar school. Ja, want was het een opgave voor ouders de afgelopen maanden en weken. Als je kind in de klas zat met een kind dat coronabesmetting had, moest je eigen kind ook naar huis een paar dagen wachten tot die incubatietijd voorbij was, een test doen en pas daarna mocht de hele klas weer naar school. Nou, gisteren werd tijdens de persconferentie duidelijk dat die maatregel ook van tafel gaat. Alleen de kinderen die direct contact zijn geweest met de besmette leerling, die hoeven thuis te blijven en eventjes in quarantaine. Nou, ik heb op dit moment verbinding met Erik Hendriksen van een basisschool in Ede, directeur. Ja, meneer Hendriksen, toen u hoorde dat dit advies werd opgevolgd, wat dacht u? Nou, ik ben er heel blij mee. Het is gelukkig ook een beetje in het verlengde met hoe het een klein beetje al in de praktijk ging. Ik merkte al dat in overleg met het scholenteam van de GGD bij een besmetting echt al wel een beetje op maat gekeken werd. Maar dat dit het basisuitgangspunt is bij een besmetting, dus niet meteen kinderen in quarantaine, een hele klas, is denk ik een hele grote stap vooruit voor de continuïteit van onderwijs. Heeft u al reacties gekregen van ouders? Nee, van ouders nog niet. Daar is het echt te vers voor. Ik ben net hier. Ik zie ze nu het plein opkomen. Dus ik ben benieuwd of ze zo meteen er wat over gaan zeggen. Maar ik kan mij voorstellen dat het voor ouders heel prettig is. Is dit dan een voorbode voor een zorgeloos leven van een basisschooldirecteur in coronatijd? Of zijn er nog steeds wel uitdagingen? Nou, ik zou het eerder een voorbode noemen van een voor de collega's, de leerkrachten, een wat rustiger jaar. We hebben 2 onrustige jaren gehad met de onderbrekingen en alle maatregelen. En daar hebben we op kunnen reageren, maar dat heeft heel veel energie en tijd gekost. En het zou heel goed zijn voor de kinderen als er een jaar is waarbij er zo min mogelijk onderbrekingen komen. Ja, nou, ik wens u heel veel succes. Ik hoop dat dat inderdaad waar wordt. Dank u wel. Shirin, in jouw omgeving al gemerkt dat ouders in de knel kwamen door kinderen die weer eens naar huis moesten vanwege een besmette klasgenoot? Ja, heel veel vrienden die dan fulltime werken en die dan ook opeens met kinderen thuis zitten. Hm. Zelf heb ik geen kinderen, maar ja, ik heb gezien dat ouders het ontzettend moeilijk hebben gehad. Ja. En voor de kinderen natuurlijk ook verschrikkelijk rot. Waarom wordt nu deze keuze toch gemaakt? Toch een risicootje erbij of valt dat mee? Ja, nou ja, er zijn een aantal sectoren natuurlijk wat minder blij. Maar het onderwijs is heel blij. En ook hoger onderwijs. Daar mogen ze dus weer volle capaciteit daar in de zaal zitten. Ja, ik denk dat dat ook een beetje onhoudbaar werd op een gegeven moment. Dus ik denk goed besluit, ja.